ik ben juf Birgit. Ik sta ondertussen al 9 jaar op deze school. Sinds kort, sinds de laatste drie jaar werken wij samen. Heel close samen. Dus ofwel ben ik de klasleerkracht en is zij de zorgleerkracht, ofwel is het andersom en dan ben ik de zorgleerkracht en dan is zij de klasleerkracht. Ja. En ik ben dus juf Nikki, ik werk hier 6 jaar al, waarvan dan de 3 laatste jaren mee in de peuterklas. We begonnen met co-teaching in de peuterklas. Het waren in het begin echt 2 aparte klassen. En doordat we zelf merkten van oei, ik heb een hele drukke klas en zij een hele rustige klas, hebben we het eigenlijk voor ons eigen welbevinden eens geprobeerd om de deuren open te zetten. Waardoor dat die kinderen, gemeente, kregen meer dan een heterogene groep in plaats van gewoon allemaal dezelfde. En dat was voor ons een verademing, maar echt voor de kinderen ook. En dan weinig zorg, dus begint in kleinere groepjes te werken. Tijdens dat andere kinderen aan het spelen zijn. Je kan de kinderen roepen die je heel graag wilt zien. Je kan op hun niveau werken. Waardoor dat je eigenlijk een beetje nu een eigen zorg al zijn. Dus wij beginnen nadenken over, eigenlijk zijn we 2 klassen. Het is dan heel vreemd als je 2 bouwhoeken hebt, maar ze toch in alle 2e klassen spelen. Ja. Dus dan hebben wij besloten om van onze hoeken 1 grote hoek te maken. Dus in plaats van 2 bouwhoeken, 1 bouwhoek, 1 poppenhoek, 1 knutselhoek. En dat maakte ook dat we tijd hadden en ruimte. Voornamelijk ruimte om onze experimenteerhoek uit te bouwen, dus dat we ook in een weekhoek. Ja. Dus nu zijn we in plaats van 2 lokalen eigenlijk 1 groot lokaal. En het onthaal doen wij nog wel apart, zoals deze morgen. Dan roepen we de kindjes naar onze eigen kring. We doen dat wel apart dan. Ik heb nog wel 1 voordeel aan 1 klas. Want als je dan budget krijgt voor 1 klas, kan je die samenleggen. En dan heb je dus eigenlijk veel meer materiaal voor je klas.